Welkom bij Kunst. Het is vandaag een spannende dag. Ik praat heel zacht. Het is een geheimzinnige dag, want we zijn bij Theater Te Water. Ze hebben gezegd dat wij een ruimtevaart gaan maken, de ruimte in. Ze willen er niks over kwijt, dus wij gaan uitzoeken wat dat precies is. Zoals u al gezien hebt, is dit geen theaterschip, maar een ruimteschip. Dit is dan ook geen toneelstuk, maar de pure werkelijkheid. Een werkelijkheid die echter zo geheim is, dat u thuis gewoon moet vertellen dat u een toneelstuk gezien hebt. Als u ook maar iets vertelt van wat zich hier in werkelijkheid afspeelt, is dat verraad van staatsgeheim. Nou. Maar het is toch zo? Dit is een uiterst geheime missie van Binnenlandse Zaken en Defensie. Daar gaan wij niet te luchtig over doen. Wat gaan we precies vandaag voor voorstelling zien? Een komedie die een beetje een grapje maakt met hoe het in Nederland zit. Je moet weten, Wild. Niet vergeten, Wild. Dat je eigenlijk net bent als hij. Hij is enkel stof, net als jij. Waarom dus die ander gehaat? Wees er lief voor en doe het geen kwaad. Ik vind zelf dat we in Nederland een beetje bang zijn. Bang voor de recessie, bang voor de islam, bang voor de zeespiegels. En dit is in de voorstelling doen we alsof de regering de oplossing heeft gekozen. Mm-hmm. We gaan met z'n allen naar een planetoïde, GW111. Mm-hmm. En met alleen maar Nederlanders. En dan gaan we er veilig wonen en dan is alles opgelost. Er zijn dingen die niet kunnen. Er zijn dingen die niet moeten, die niet mogen. Er zijn dingen die geen eerlijk mensen mogen doen. En dat alles. Racistisch? Ja, racistisch. Gewoon met de familie. Gewoon met de familie. Ik bedoel, dat is ja. Ja. Groene mannetje, dat mannetje is vies. Zwel, moet je met dat mannetje, dat mannetje is groen. Krijgen we dus niet de strijd tegen islam of weet ik veel wat, maar tegen groene mannetjes die daar al wonen. En of de groene mannetjes nou goed zijn of de groene mannetjes fout zijn. En of je nou wel samen kunt leven met ze of niet samen kunt leven. Dat, dus daar staat dat dan weer een beetje voor. Kom jij eens hier? En laat me je warmte voelen. Mantelbaffia. Jaloers. Hij doet mij eerder aan een bonobo denken. En hier is nog geen die jaloers is. Besef jij wel hoe zie je bof? Ja. Er is geen vrouw die aan jou kan tikken. Mijn hemel. Dit is het einde van de melkweg. En alle zonnen van het hele al bij elkaar. Alle zwarte gaten. En de oerknal. Wil je dat ook eens bij mij doen, Jacques? Maar natuurlijk, Claudia! Hebben jullie hier ook affaires met elkaar? Is dit een realiteit? Jullie show, is dat nou echt een realiteit? Ja, realiteit. Wat is realiteit? Ik weet toevallig dat er nog veel meer relaties hier ontstaan zijn. Zelfs relaties waarbij mensen zijn gaan samenwonen. Deze boot heeft iets magisch. Die heeft de bijnaam de Love Boat. In deze bedjes is denk ik meer de liefde bedreven, zeg maar, dan waar dan ook hier in Groningen. Is dat zo? Nou, dat weet ik niet. Of dat... Wil dat wel zo makkelijk dan? Ja, nou, dus vroeger hadden ze een groter bedje, zeg maar. Dat was het iets ruimer, maar het moet lukken. Wil bij hem binnenkijken? Wil bij hem binnenkijken? Zoeken naar zijn DNA. Wat doe jij hier eigenlijk op aarde? Biep. Kun je het uitleggen? Bap. Top. Ik wil zijn hart ontleden. Zij wil zijn hart ontleden. Hart ontleden. Hart ontleden. Zij wil zijn hartspier zien. Zijn hartspier zien. Zijn hart ontleden. Wat gebeurt er als we niets doen? Hoe zou het dan verder gaan? En hoe voelt het als het fout gaat? En wij niets hebben gedaan. Wij gaan strakjes voor hem staan. We
Deze week gaan we biljarten met de nieuwe huisdichter van de rug, Joost Omen, om te kijken wat hem motiveert om gedichten te schrijven. Ik ben Joost Omen en ik ben de huisdichter van de rug voor het jaar 2010-2011. DNA. Er is een luchtfoto, een reliefplaat van jouw lichaam en de ene vinger na de andere glijdt erover. Ik verpak je steriel. Ik verpak je steriel en verstop je in buisjes, een preparaat van je stem onder mijn microscopen. Ik herinner me een gevallen boek in je eigen bibliotheek, zelfgemaakte ezelsoren. Een gespleten porie, een doorgegeven adem. Ik heb je gezocht tussen je eigen tralies en stil bewonderbaar gevonden. Aan het einde bezoek ik je begrafenis en beweer met 1000 anderen je gekend te hebben. Wat motiveert jou om te dichten? Ja, ik vind het voornamelijk gewoon ontzettend leuk om te doen. Dat is gewoon het belangrijkste. Dat, als je gewoon s'avonds met zo'n typemachine op je schoot zit te typen en opeens schiet je iets binnen wat je gewoon ontzettend leuk lijkt en ontzettend tof. Dat geeft zo'n kick. Dus je hebt het over een typemachine op schoot. Ben je echt een romantische dichter op het zolderkamertje? Ja, romantisch zou ik het niet willen noemen, maar ik schrijf wel poëzie die ik vind dat gebied. Maar ik hou ook gewoon een beetje van die levensstijl. Lekker in mijn pak rondlopen en met een typemachine en oude jazz luisteren en... Vrouwen versieren. Dat ook, maar ik heb een ontzettend lief meisje gevonden. Maar, en schrijf je voor haar ook gedichten? Ja, maar die draag ik niet zo heel vaak voor. Oké. Dan ben jij weer. Wat zou jij doen als je niet zou dichten? Als ik niet zou dichten? Dat kan ik me niet zo goed voorstellen. Waarschijnlijk zou ik heel erg ongelukkig zijn en heel veel sigaretten roken en heel veel bier drinken en uitgaan in de negende cirkel en dat soort dingen. Maar gelijk het tegenovergestelde van wat je nu doet. Ja. Of ga je nu ook wel uit in de negende cirkel? Heel soms wel. Maar, nou ja, als ik niet zou dichten, dan zou ik gewoon tamelijk ongelukkig zijn. Omdat ik dan heel veel dingen wil zeggen die ik dan niet kan zeggen. En zijn letters de beste manier om dingen te uiten? In wezen niet. In wezen is beeld en geluid veel beter. Maar letters is veel meer een uitdaging en het blijft ook veel beter. Woorden zijn eigenlijk een aanleiding naar... iets anders, naar iets wat je er zelf bij bedenkt of iets wat het nog moet worden. Het is de ultieme basis van creëren. Ja, maar woorden zijn ook klank. En die klank, daar moet je ook ontzettend veel rekening mee houden. Woorden, het is niet dat woorden alleen maar een associatie oproepen. Woorden zijn ook dingen op zich. Gedicht voor Rafael Aartsengel Mendes. Een koperen instrument bespeelt men nooit met een brokkelige mond. Dat was les 1. Rafael, exporteer je Mexicaanse paters en nonnen en predik met je vibrato stem de laatste revolutie. Draai met je cornet de kleine revolutie af voor generaals die geen naam bezitten. Ach Rafael, schone Rafael. Leer mij toch hoe je met een zilveren snor verdriet kan hameren, hoe je professioneel bidden moet en waar de zon voor staat. God heeft ons al genezen, Rafael. Wou je ons wat zeggen, Rafael? Ga jij over de geest van mijn mensen met een geslepen metalen tong? Geluid is toch maar lucht die zich doodgooit tegen trommelvlies. Eerst die en dan via de band naar die. Ah, ja.
Niet zo. Heb je ook helden? Ik heb heel veel helden. Simon Vinkoog bijvoorbeeld en Lucie Bert, dat zijn twee dichters waar ik ontzettend veel mee heb. Als je dat gaat lezen, dan moet je niet denken, dit is een raadseltje wat ik op kan lossen. Dit heeft die en die betekenis en daarom is dat... Dat kan gewoon niet. Er is geen raadselachtig houvast voor. Want je wil het vaak proberen te snappen. Ja, maar dat moet je dus dan echt niet doen. Je moet het lezen zoals het is. Het is een gedicht en het is mooi omdat het zo op het papier staat. En niet omdat het een bepaalde betekenis heeft. Je moet het eigenlijk beschouwend lezen. Ja, het is gewoon een autonoom ding. Het is niet dat het gelieerd is aan iets wat in de wereld gebeurt. En zo vind ik ook dat je eigenlijk poëzie moet schrijven. Sorry meneer Mendes, niemand heeft je taaltje verstaan. Een goede muzikant verkoopt zijn huis. Huurt een vrouw, huurt zijn kinderen in de stad waar hij slaapt en heeft geen woord meer over zichzelf te zeggen. Dat was les 2. Dat was het voor deze week. Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering van Kunst. Come on, come on, drama, come on, draw,